Hallo allemaal, welkom terug op Sri Lanka en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. De vorige keer hebben we natuurlijk dit veld kunnen oogsten. En daarnaast hebben we ook veel geld verdiend door het verkopen van de soep en de planken. Toen vroeg ik jullie, ja, wat gaan we met het geld doen? Moeten we die twee velden verderop kopen, deze velden? Ja, ik heb nog niet veel reacties, want het is een dag nadat dezelfde dag dat de video online komt. Maar ik zag al wel, Pluto zei, gewoon kopen die velden. Lekker door uitbreiden. Dus dat gaan we doen. Dan kunnen we dit veld vandaag nog oogsten. En dan hebben we deze en die met koolzaad. En dan kunnen we die voor de fabriek gebruiken. Dus dat gaan we doen. Die kopen we. En die kopen we ook. Dan hebben we nog 184.000 euro over. Dat laten we even lekker op de bank staan. Want als we een nacht doorgaan, dan zijn we weer een hoop geld daarvan kwijt. Maar dan rijden we de combine even naar dat veld. Zetten we de helper erop. En dan gaan wij eens eventjes kijken of wij die grote cultivator over dit veld kunnen trekken. Ik ben benieuwd of hij dat aan kan. We pakken de combine en gaan richting ons nieuwe veld. En dan zetten we met de helper aan de gang. Nou, we kunnen eerst zelf wel even een stukje doen. Maar dan ben ik benieuwd of wij met die nieuwe cultivator en dat die John Deere dat aan kan. Ik denk het wel, maar ja, het is altijd even proberen. Want die cultivator is eigenlijk, heeft meer pk's nodig, maar ja, ik gok erop dat het wel kan. Maar dit zijn ook weer twee behoorlijke velden die we erbij gekocht hebben. En misschien kunnen we dan vandaag wel vast de oliefabriek neer gaan zetten. Want ja, dan hebben we die in ieder geval maar vast. Het zou een beetje sneu zijn als we straks koolzaad hebben, maar geen geld meer om de fabriek neer te zetten. Dus dat gaan we straks ook nog even doen. Ach, we kunnen zelf een kophakker wel even doen. Dan zetten we daarna de gewone helper erop, die redt zich wel. En ja, dan gaan wij met de John Deere cultiveren, ik ben benieuwd. Moeten we af en toe wel even hier naartoe om de combine te lossen. Maar dat gaat vast helemaal goed komen. Ja, voor de rest, de reacties op deze serie en de kijkersaantallen zijn toch wel positief, dus we gaan hier gewoon lekker mee door. En ik heb het op zich nu wel weer redelijk naar mijn zin. Maar er is nu ook weer van alles te doen natuurlijk, dus ik verveel me hier niet. Nou ja, we hadden het over een doel. En van mij was het Julian. Ja, voor mij was het Julian, die had het over, misschien is het een idee om alle producties te hebben en dan geen schulden meer. En ik denk, ja, dat is inderdaad wel een goeie. Of geen leningen meer, geen schulden meer. Ja, dat is op zich wel een goed idee, want we hebben best veel op de pof gekocht natuurlijk. Dus het is wel een goed idee. Nou, dat we afsluiten dat wel alles van ons is. Ik vond dat inderdaad wel een goed idee, Julia, dus dat gaan we doen. Dat inderdaad een mooi einddoel is. Dan verwacht ik dat we het alsnog wel ergens begin volgend jaar is, als alle producten verwerkt zijn, verwacht ik. Maar je weet het niet, er zal zomaar ergens een kink in de kabel komen. Maar met die soepfabriek, ja, daar hebben we toch een goed iets achter de rug. Oh, dit is toch een behoorlijk veld hoor. Niks mis mee. Ik ben benieuwd of we met de kophakker rondkomen zonder dat we een keer moeten aflossen. Het staat hier behoorlijk wat op. Is het goed bemest dan? Of? Ja, 98% opbrengstbonus. Nou, dat is eigenlijk bijna volwaardig. Dat is super. Dan hebben we in ieder geval genoeg kippenvoer. Oeh. Ik ben benieuwd. We komen net rond, denk ik. Voordat we moeten aflossen. Op zich hartstikke mooi. Hoe meer eraf komt, hoe beter het is. Ja, en als het een beetje gaat, dan moeten we dit veld natuurlijk ook cultiveren. Oh, dan moet hij natuurlijk eerst wel klaar zijn. En als je me wat hoort snuiven of snotteren of zwaar ademhalen. Ja, ik ben nog steeds stond verkouden. Ik ben af en toe benauwd, maar ja, ik vind het toch wel leuk om hiermee door te gaan. Dus zolang het gaat, dan gaat het. Ik heb wel twee streams afgezegd, maar ik denk dat zit ik daar als een zoutzak zit ik daar voor die camera. Nee, dat is helemaal niks.
Hebben jullie ook niks aan? Ik denk, ja, video's zien jullie me toch niet. Hoe ik hier als een slobber erbij zit. ik denk, nou, dat gaan we gewoon proberen mee door te gaan. Nou, 78%. Dat is hartstikke mooi. Zet hem aan de andere kant neer. Dan pakken wij de Valtra, denk ik, eventjes met de trailer. Passen we hem een keer af. En dan gaan we dan met de John Deere. Gaan we dan cultiveren op dat andere veld. Ik ben wel benieuwd of hij dat aan kan. Ik verwacht het wel, hoor. Het is niet een heel stijl veld. Maar we gaan het zien. Eerst maar eens even met de Valtra op pad. Die combine af te lossen. Daar het stof ook weer af. Blijft die Fiat stiekem wel mijn favoriete trekker, hoor. Graantank van Helper I is vol. Nou, dat is hartstikke mooi. We zijn onderweg, dus dat gaat goed komen. Er zit goed snelheid in die Valtra. We vliegen hier ook over dat zandweggetje heen. Allemachtig. Hij staat al helemaal te wachten, dus. Gooi het er maar in. Nou, wat er eerst moet gebeuren is even wat kunstmest over dat veld. Ik moet daar nog steeds aan wennen dat ik hier geen precision farming gebruik. En dan is het handig om nu eerst een beetje kunstmest over dat veld heen te gooien. Dan te cultiveren. En dan eventueel weer kunstmest. Of direct na het zaaien kan ook. Dan is het goed bemest. Ja, en met die wortels, ik denk dat dat een bug is. Pluto had het daar ook al over. Met deze gewassen moet het goed gaan. Nou, de wattels krijgen nog wat extra bemesting op deze manier, maar goed. En de berm pakt ook wat extra mest. Hartstikke mooi. Nou, zit de eerste bemesting die er al op. Oh, dit is wel heel zonde. Even het cultiveren. En dan kan er nog een laagje mest op. Dan pakken we eventjes de John Deere. Kunnen we de mulch. Dan laten we hier wel even op de boerderij staan. Ik zou zeggen, we kunnen hem dit wel vast naar dat andere veld rijden, maar doe dat nog maar niet. Zo, haha. Nog maar buiten adem. Nou, zetten we die wel hier neer. Gaan wij die cultivator even ophalen en dan gaan we ze even testen. Ik ben echt heel benieuwd. Deze was ook uit die premium, premium expansion, dus ik ben benieuwd hoe die eruit ziet. Even kijken. De paal staat hier wel wat vervelend, maar zal wel goed komen. Uitklappen. Klapt die zeker nog een keer uit. Ja, zeker. Joekel van het ding. Kijk eens even. Dit is nog eens een mooie cultivator. En waarmee is het ook nog een diepe cultivator? Krijgen we ook nog die mooie donkere zwarte texture. Gaan we het zien. Oh. Hij heeft het toch wel heel zwaar mee. Oh, dat had ik niet verwacht. Dat had ik niet verwacht. Dat lukt wel. Maar hij heeft het wel zwaar.
Nou, dit is toch nog een behoorlijke klus, hoor. Nou, we moeten zo eerst weer even naar de Valtra, want die zit ook alweer vol. Maar ja, dat moet wel doorgaan, want dan kan daar de mulsje straks op. De cultivator is eigenlijk wat te groot voor deze trekker. Nou, eerst maar even de Valtra weer. Valtra, even de combine aflossen. En dan kan die ook weer verder. Nou, eens even kijken waar die staat. Ah, dan hebben we in ieder geval weer even wat kippenvoer op voorraad. En dat is wel, dat is ook wel fijn. Oh, de multie kan hier straks wel aan de gang. Komt wel goed. Kijken of ik hem nu al vol krijg. Ik heb er net al even wat af uitgehaald. Er komt behoorlijk wat van het veld af. Maar ik denk niet dat de trailer nu al vol komt. Maar wie weet. Oh, ik denk toch dat ik hem eerst maar even af of wegbreng, want hier zit behoorlijk wat in. Kunnen we straks nog even de oliefabriek plaatsen. Dat is klaar. Ik kan hier de mulch erop. Dat laten we de helper wel weer doen. Want ik zie echt niet waar we geweest zijn. Ik weet niet of hier überhaupt kalk of iets ergens op moet. Nee. Dus dan mag de helper weer mulchen. Dat vind ik op zich wel jammer. Want ik vind mulchen nooit zo vervelend werk. Ik vind grasharken. Dat vind ik denk ik wel het vervelendste werk. Dus onze rode bietjes die groeien ook al lekker. Dat is ook mooi. Oh, we krijgen straks een groentespullen. Daar word je bang van, denk ik. Zoveel komt daar af. Nou, dat moet ook. Volgend jaar een flinke klapper maken. We moeten alle schulden af kunnen lossen. Dat zou het mooiste zijn. Dan kunnen we wel zeggen, dan verkopen we alle velden om de schulden af te lossen. Nee, dan moeten we ook de velden houden die we nu hebben, vind ik. Anders wordt het wel heel makkelijk. Zeker net met die John Deere. Nou, het gaat net. Nou, keep er maar in. Zo, nou. Dan rijden we hier weer even terug en dan gaan we nog even verder met cultiveren. Oh, hij is al bijna klaar. Het schiet echt op. Nou, deze Valtra moet de mulch toch ook wel aan kunnen, denk ik. Zetten we die vast op het mulch. Ja, zetten we die vast de mulch. Even hier neer. Dan laten we dat doen. Deze trekken we nog even leeg en dan kan die doorgaan. Dan neem ik even de Fiat haal ik even op met de mulch. Dan ruilen we dat even om. Kan deze Valtra vast gaan mulchen. Hoop ik dat dat goed gaat. Zo kan hij niet in de weg zitten. Ah, dat denk ik wel. Dan kan de Fiat hier voor de trailer. En dan kan de John Deere gewoon blijven cultiveren. Dan kan die er straks weer achteraan. Ja, ik denk dat dat een goed idee is. Zou de Fiat ook kunnen mulchen? Het ziet er wel gaaf uit. Zo'n grote mulcher achter die Fiat. Ja, onderschat nooit de Fiat, jongens. Ik kan dat. Nou, ik denk toch dat we de Valtra laten doen. Ik wil het ook niet dat het aan de rand is, want ja, dan sloop je de trekker weer. Dus dat moeten we ook niet hebben. De combine is bijna klaar. Het valt niks tegen. Hulsje vast uitklappen. Ja. We kunnen hier rechts ook nog wel een stukje bij ploegen, een klein randje. Nou, we zetten de mulch hier neer. Kan de Valtra dat doen. Fiat voor de trailer. Nou, en dan komt het helemaal goed. Moeten wij het cultiveren nog even afmaken. En dan gaan we dan even een oliemolen plaatsen. Dan hebben we dat in ieder geval maar gedaan. De motor starten, dat is wel handig, hè.
kan wel met de gewone helpen, denk ik. Ja, we kunnen ook de koersplayer pakken. Is misschien iets slimmer. Dat hij de baan niet kwijtraakt. Dat zal wel goed gaan, denk ik. Zo. We op het veld staan. Smaken, ja. Doe maar geen wendakker. Iets minder. Vast goed. Dan zeg ik, Valtra, doe je best. Kijk, je ziet dat verschil echt niet hoor. Hier. Echt een minuscuul verschil. Nou, de oogstmachine is gelijk ook bijna klaar, dus dat is ook mooi. Kunnen we gelijk wel even ernaast rijden, denk ik. Dus gelijk maar weer klaar. We hebben alweer veel gedaan vandaag. Genoeg kippenvoer in voorraad in ieder geval. Ik denk dat we wel een jaartje door kunnen nu. Ja, dan is ook dit veld er alweer af. Als we nou slim doen, en dat zijn wij, zetten we even deze trekker achter de combine aan. En dan rijden we gewoon tegelijkertijd met beide terug naar de boerderij. Shift F was het? Nee. Ctrl F? Nee. Rechter Ctrl F. Oh, verkeerde. Oké. Nou, pakken wij deze. De pijp kan wel in. Als het goed is, komt hij nu achter ons aan. Ja, hartstikke mooi. Kijk, het scheelt weer. Ja, en misschien vanavond stream ik weer op Twitch met een, waarschijnlijk met een nieuwe map. Het kan zijn dat het een White Farm wordt, maar het kan ook zijn met een nieuwe serie. Dan misschien is het een idee om daar zo realistisch mogelijk op te doen. Dus niet tabben, geen handje, dat soort dingen. Misschien is dat wel een idee. Even kijken, gaat het goed zo? Was het wel toch? Oh, fantastisch. En even een ruime bocht om die John Deere heen. Dan staan we in ieder geval de Valtra niet meer in de weg. Het is ook een... Het is ook een cultivator. Het is ook niet gek dat hij het niet aan kan, hè? Die even hier neer. Ruim ik het later wel even op. Even die helpen eraf van die Fiat. En dan gaan we eerst even verder met cultiveren. En dan kan die... Wacht, heb ik de motor weer aan laten staan. En dan kan die straks ook verder met het andere veld cultiveren. En dan kunnen wij de oliemolen gaan plaatsen. Ik vind het toch wel de mooie... Betere tekstje dan dat ondieper cultiveren hoor, dat vind ik helemaal niks. Oh jongen, ga je niet vooruit te branden met dat ding. Vreselijk. Nou jongens. En meisjes. Misschien is deze cultivator dan niet zo'n goed idee bij deze trekker. En ik zat te denken, we hebben natuurlijk die Lizard MT ploeg ook. Misschien moeten we die cultivator maar terugbrengen. We kunnen de trekker nog sterker maken, maar dat kost 66.000. Ja, en is dat de moeite? Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat ik de cultivator straks maar terugbreng. En dat andere veld zet ik mooi de ploeg op. Maar hebben we hem toch even geprobeerd? Ja, ik denk dat die trekker trekt hem wel. Hij trekt hem ook wel, maar 3 km per uur. Dat is wel heel langzaam. 8 had ik nog kunnen overzien, maar 3? Ja, nee. Dit gaat hem niet worden.
Nou, de laatste metertjes en dan hebben we deze taak verbracht. Oh, verschrikkelijk. Hebben we een keer groot speel, kunnen we het niet vooruit trekken. Dat is wel weer wat jammer. Nou ja. Ah, de Valtra is ook net klaar, dus dat is mooi. Maar ja, de cultivator die brengen we terug. Ja, we kunnen ook de trekker terugbrengen, maar... Ja, dan moeten we daar weer een sterkere trekker voor terugkopen. Dat kan ook niet uit. We zijn al, ik denk, de helft van de winst kwijt met die trekker, dus... Nee, dat gaat niet gebeuren. Het is jammer. Het was goed geprobeerd, maar mislukt. Oeh. Bijna de mestmachine naar de kloten. Nou, dan brengen we deze maar weer, leveren maar weer in. Was proberen zeker waard. Ik heb er ook geen spijt van. Ik denk, als het nou werkt, dan hebben we gelijk een mooie brede werkbreedte. Breder dan die ploeg. Ja. Wat we kunnen, kijk, als we hier nou een, ik kan wel, zwaardere motor opzetten. 66.000, maar wie zegt dat hij hem dan wel vooruit trekt? Ik denk het niet. Kijk eens, dan hebben we 2 ton. Dat is ook wel lekker. Nou, ik pak de ploeg, ik zet hem aan de gang. Rijden we even terug met de Valtra. En dan gaan we de oliefabriek maar eens even plaatsen, denk ik. Dan hebben we dat maar start klaar voor de volgende... Ja, voor de volgende keer. Ik denk dat we de volgende video dan kunnen we wel koolzaad oogsten. Kijk, en dan moeten we eigenlijk dit veld zonnebloemen erbij hebben, hè? Wat kostte dat ook alweer? 150.000, ja. We moeten eerst die fabriek maar eens even neerzetten. Dat zou wel fijn, dat zou wel lekker zijn. Een heel veld vol zonnebloemen en dat tot olie maken. Dat levert ook weer lekker op. Maar goed, dat kan nog wel. Die zonnebloemen zijn toch nog niet klaar om te oogsten. Als het zo fris kunnen we het altijd dan nog kopen. Nou, wat een mooie combi zo, dat groen met die groen. Prachtig. Oh, sommige mensen zijn er gek op. Ik kan het niet voorstellen, maar toch is het zo. Plus maken, wat hebben we ook al een grond, hè? Jongen. Zal ik misschien een klein stukje overslaan, maar... Komt vast goed. Walter heeft in ieder geval goed zijn best gedaan. Die brengen we even terug. Maar we kunnen wel zo die kant op. Dan rijden we even langs het plekje van de oliemolen, want dan staan we gelijk in de buurt. Dat dat wel slim is. En ik weet niet of ik het me verbeeld, maar het lijkt of die bomen al wat gegroeid zijn. Ah, misschien verbeeld ik het me. Kijk, als we hier nou, hier tegenover... Kunnen we hier een weggetje maken, hier recht tegenover... Bomen staan net wat in de weg, denk ik. Keren we even de Valtra hier, hartstikke netjes zo. En dan gaan we eens even aan de klus. Landschaparchitect. Modelleren, we willen het recht trekken en we hadden het idee om die fabriek in eerste instantie hier neer te zetten. Voor mij gebeurt er niet heel veel. Voor mij is dit hier aardig vlak. Maar dan is het in ieder geval maar even vlak. Dan productie. Dan willen wij de oliemolen. Die zit ergens in het begin. Kijk, die. Hoe zullen we neerzetten? Zo. Zit het vanaf deze kant uit. Ergens vind ik het zo ook wel mooi. Laten we het zo doen. Klein beetje op vlak met dat hek. Je mag er best achterlangs kunnen, denk ik. Het is nog een beetje smal, maar het kan. Het kan. We willen wel een klein beetje in de stijl van deze map. Dus
Mooi met tegeltjes. Hartstikke leuk. Ik vind dat wel oprecht leuk. Daar moeten ze in de nieuwe farming echt veel meer mee doen. Op zich is dit wel mooi zo. Het is ook wel mooi, denk ik, om hier iets van een groenstrookje te maken. Anders wordt het zo'n vlak beton. Dat vind ik ook niks. Dat was niet de bedoeling. Zo, ja. Dat was iets te veel van het goede. Ja, prachtig. Eerst even het gras. We hebben niet echt bloemetjes. Dat is wel jammer. Nou, dan maar wat zo. Het hoeft ook niet perfect. Als het maar een klein beetje aangekleed is. Wat had ik nou net? Deze. Prachtig toch? Klein beetje. Hebben we ook nog een leuk boompje. We hebben. Is te klein. Zoiets. Nou, die is misschien nog niet helemaal. En als ze in de nieuwe farming nou ook nog deden dat dit soort bomen doorgroeien, dat het zo helemaal geweldig zijn. Dus Giants, als je luistert. Dat zou ik echt geweldig vinden. Het is misschien iets te veel van het groeien, maar ik hou ervan. Willen we er ook achterlangs kunnen? Ja, dat denk ik wel. Oh, haal ik zo een stuk weer van die groenstrook af. Ik denk dat dat wel leuk is. Oh, net weer te veel. Ja, zo kan, zo wordt het wel wat. Nou, dan moeten we. Wat hebben we hier voor texture? Ja, wat is dit? Ja, dat lijkt er wel wat op. Als we dan gewoon dit gebruiken als oprit. Mooi zo schuin. Gaat dit goed zo bij dat hek langs? Op zich wel. Het is wel een klein beetje aan de vette kant. Zo. En daarom doe ik het meestal buiten de opnames om, want ik ben hier soms wel eens iets te perfectionistisch in. En dan ben ik hier veel te lang mee bezig. Een beetje die tegeltjes er tegenaan, als dat kan. Ja. Nou, er mag best eens een plukje gras tussen zitten. Maar het hoeft ook niet allemaal perfect spik en span te zijn. Als hier wat vlekjes op zitten, dat mag allemaal best. En het is industrieterrein, dus dat kan allemaal. Zo, kan daar weer gras terug. En dan hebben we in ieder geval de oliemolen hier staan. Daar ben ik wel blij mee. Dat was in ieder geval het doel van vandaag. Naast het testen van de cultivator. Dat is helaas iets minder bevallen, maar goed. Dit lijkt er wel wat op. Eigenlijk moet er nog een hekje, hè? Of een groene heg, maar ook. Oh, nou, die staat scheef. Lekker dan. €5000 weggegooid, Mark. Handig. Dit lijkt er meer op. Ik kan hier nog een mooi boompie. Ja, we gooien weer allemaal geld weg. Je hebt het alweer in de gaten. Mooie oude eikenboom. Hoppakee. Nou, doen we die hier nog heen. Ik ben er gek op. Middelgrote beuk. Ja, hartstikke leuk zo, toch? Dan moet er eigenlijk ook nog wat hier aan de achterkant. En er mag ook wel best een lamp bij. We willen wel wat verlichting op het industrieterrein. Of in ieder geval richting het industrieterrein. Zo wat het wel wat, denk ik. Als ik die nou zo doe. Zit hij misschien wat half erin geglitst, maar oh. Dat lijkt ook niet helemaal mooi als hij. Nee, dat is het ook niet, hè. Nou, we laten dit eerst zo. Maar hier moet nog wel eventjes wat bestrating verder. Volgens mij wel goed. Die weg. Die loopt op dit moment nog dood, maar
Wie weet komt hier nog een... komt hier nog een fabriek naast? Dat zou zomaar kunnen. Dan laten we hier dan nog wel even een... Nou, zullen we een heggetje doen weer? Want we hebben nog meer. Oh, dat is een klaphek. Een mooi aftans oud hek. Ja, dit is prachtig. Kijk eens. En dan kan hier eerst wel weer wat gras terug. En dan te zijn het tijd. Als hier nog industrie komt. Dan kunnen we dat ook zo weer terugzetten. Kunnen we daar. Kunnen we je zo uitbreiden? Dat is beter gezegd. Nou, is dit allemaal goed? Kijk, dan kunnen we zo hierdoor. En dan desnoods kunnen we hem hier weer aansluiten. Ik denk dat dat wel leuk wordt. Het hek staat iets scheef, maar. Dat is dan even niet anders. Nou, gaan we eens even kijken. Hoe ziet dit eruit? Oh, dit is een heel ander gezicht. Wel een beetje dom om het boompje net voor het logo te zetten, maar... En hier loopt het een klein beetje af, maar goed. Het hekje is wel leuk. Ja, ja. Ik ben tevreden. Dan hebben we nog 97.000 euro op de bank staan. Nou. Inmiddels niet meer. Een maandje verder. Twee maandjes verder hebben we nog weer een klein beetje soep. Dan hebben we wel een klein beetje geld weer. En ik hoop eigenlijk even daar naartoe tabben. Ah, de John Deere is ook bijna klaar. Hier zat die conservenfabriek. Als we daar eens even kijken en wat die kost. Want die moeten we eigenlijk wel kopen. Voordat we gaan oogsten. 110. Nou, dat gaat wel goed komen. Daar heb ik alle vertrouwen in. Is dat de uitdaging om, te sparen voor de volgende uitbreiding, denk ik. Nou, dan gaan we de volgende keer, denk ik, maar bezig met dat koolzaad. Kijken of we die fabriek vol kunnen gooien. Wil ik je voor nu hartelijk danken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je dit een leuke video vond. Mocht dit zo zijn, druk dan even die duim erop. Dat zou ik erg waarderen. En wil je helemaal niks missen, abonneer je dan. Vergeet niet wat je aan te klikken, want dan mis je helemaal niks meer. Wil ik je nogmaals bedanken voor het kijken en graag tot de volgende video. Onsjen!